Goedemiddag, daar ben ik weer, kampeerboerin Joyce van Minicamping De Visser. Gisteren had ik mijn telefoon niet goed opgeladen en ik heb jullie beloofd het laatste stukje van het filmpje te laten zien. Dat gaat dan nu gebeuren, natuurlijk. Want ze zijn af, onze wascabines met een eigen toilet aan de andere kant. Daar vind je ze, keurig opstapje gemaakt door boer Adrie. Handige man, die boer Adrie. We hebben er vier. Ik neem jullie even mee. Via het coronapad, kijk, daarachter. Kan je zien? Ja. Zie je? Kom je hier bij onze wascabines. En we zijn er eigenlijk best wel een beetje trots op, want kijk maar eens hoe het geworden is. Ik draai jullie even mee. Kijk eens, super schoon. Kraakhelder, lekker geurtje erin, douchematje, haakjes, spiegeltje, wastafel, een sopje om schoon te maken, doekje erbij, badmatje, een douchescherm, dat kan niet, of een gordijntje, dat kan niet anders in zo'n cabine. Daar kunnen geen douchescherm in, maar wel een thermostaatkraan. Met een trekkertje om het zelf netjes schoon te houden. Heerlijke douche en een raampje wat open kan. Draaikiep zelfs. En zo gaan onze gasten het hemelvaartsweekend tegemoet. Dus hartstikke goed voor elkaar vinden wij zelf op Minicamping De Visser. Zweet op mijn kop, maar goed, dat hoort er een beetje bij in coronatijd. Het is hard werken met al die badkamers, maar we hebben het er graag voor over. De mensen zijn onderweg, wij gaan nog even eten en dan staan we straks weer voor iedereen klaar. We willen graag zeggen tegen jullie, als je thuis bent of waar dan ook, maak er een leuk weekend van, ook in coronatijd. Zorg goed voor elkaar, zorg dat je veilig blijft en zorg ook voor de veiligheid van een ander. Dan komt het helemaal goed en dan kunnen we gewoon een beetje proberen wat we altijd deden. Een beetje terug naar waar we vandaan kwamen. Dat lukt nog niet helemaal, maar als iedereen een beetje mee helpt, gaat dat zeker lukken. Ik ga er weer uit, want het is hier bloedheet. Fijn weekend, tot ziens in Zuid-Hollanden. Doeg!